Op deze laatste zondag van augustus 2024 is het een heerlijke dag. En wat is er lekker dan om buiten te zijn? En wat is nog lekkerder om ergens een biertje te drinken, mevrouw? Ja, heerlijk. Ja. Ja. Terechtgekomen hier op het bierfestival. Ja. Ja, we zijn hier afgelopen jaar ook geweest en dat was een succes, dus nu zijn we toch wel weer teruggekomen. Ja. Ja. En u zit al aan een biertje, zie ik. Een favoriet vandaag? Nee, ik vind het juist leuk om nieuwe dingen te proberen. Dus dingen die ik nog niet heb gehad. Dus juist niet de favorieten. Ja. En meneer? Jazeker. Hoe smaakt het u? Het smaakt heerlijk, zeker. Ja. Heeft u er al meerdere gehad vandaag? Dit is de tweede van vandaag. En? Hij smaakt heerlijk. Dit is een Novel IPA van de Beatles, zie je verderop. Hartstikke lekker. Aha. En ik hoor hier nog iemand, maar die is nog iets te jong voor het bier. Ja, die vindt ze ook niet zo lekker, zo te zien. Nou. Oh, okay. Oh, meisje. Maar wel een leuke activiteit waar je je kind mee naartoe kunt nemen dus. Absoluut, en het is nou lekker weer. Dus dat is heel fijn en de sfeer is hier goed. Dus prima om je kinderen mee naartoe te nemen. Okay. Nou, dankjewel. Ik wens jullie een hele fijne dag. Dankjewel. Met z'n drieën. Ja. En we zitten hier al heerlijk aan een drankje, maar hoe werkt het nu precies? Nou, bij mij heb ik iemand die weet er echt alles van, want jij bent... Marieke Bos. De... Marieke? Ja. Nou ja, wat is jouw taak allemaal hier vandaag en in de hele organisatie? Nou, ik sta hier al vanaf 8 uur vanmorgen om dit marktterrein om te toveren tot een festivalterrein. Initiatiefnemer samen met twee anderen van het festival en inmiddels onderdeel van de organisatie van al 8. Waarmee we dit organiseren. We hebben een heleboel vrijwilligers die ons hierbij helpen. Onder andere de scouting en andere mensen die het heel leuk vinden om hier te zijn. Ja. En de hoeveelste keer is dit al, dit bierfestival hier in Kuik? De 6e keer. We hebben vorig jaar onze jubileum editie gehad, waar we wat extraatjes hadden. En nu de 6e keer, waarvan al een aantal keer hier ook op deze locatie. Hier zijn we niet begonnen, we zijn wat kleiner begonnen in de tuin van de Paters, op Laten. Wat ook een supermooi plekje, maar het liep heel goed, dus het was al snel te klein. Hoeveel bierbrouwerijen mogen zich presenteren vandaag? 12 hebben we er vandaag en allemaal uit de omgeving of met een band met Kuik, waarvan ook een nieuwe dit jaar die op basis van insecten is gebrouwen. Ik dacht, nou, dat is ook wel weer een interessante toevoeging die mensen nog niet kennen. Ja, 12 brouwerijen en dan hebben we nog cocktails en wijn en fris en nog wat foodtrucks vanuit de buurt. Dus altijd leuk om lokale ondernemers wat een podium te geven hier. Ja, het is natuurlijk heerlijk om er een hapje bij te nemen af en toe, hè? Ja, zeker. Als je wat bier hebt gedronken, dan wil je op een gegeven moment ook wel wat eten. Tenminste, dat zou een goed idee zijn. Ja. Aan welke criteria moeten de brouwerijen zich houden hier? Nou, sowieso tijdige inschrijving. We benaderen altijd wel de brouwerijen die we kennen uit de omgeving. Maar je moet in ieder geval weten dat je voldoende bier hebt om hier te komen staan. Want er zijn ontzettend veel hobbybrouwerijen. Maar het is wel heel erg leuk als je hier ook kan komen staan en meer mensen hetzelfde kunnen drinken. Dus je moet in ieder geval voldoende bier hebben en je op tijd inschrijven en gewoon gezellig meedoen. Eigenlijk heel weinig criteria. En hoeveel mensen verwachten jullie vandaag? Hoeveel gasten, bierdrinkers? Ja, dat is een moeilijke vraag, maar we hebben het weer mee. Dus we hebben vorig jaar een regeneditie gehad. Toen hadden we denk ik 700. We hebben ook wel eens een editie met 1200 gehad. Dus ergens in die contraien. Ja. Ja. Nou, heerlijk. Je zit zelf ook al aan een lekker biertje. Wat is het? Ja, dit is, wat is het? Graafs Genot, een witte reiger. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Hij is met citroenschilletjes. En wij drinken er natuurlijk niet zoveel op zo'n dag. 3 of zo over de hele middag heen. Maar ik vind het wel leuk om zelf ook een beetje mee te krijgen. Precies. Ja. Nou, proost dan en een hele fijne middag. Ja, nou dankjewel. Hetzelfde. Nou, er zijn 12 verschillende biertjes hier vandaag. Dat is al bijzonder. Maar nu heb ik iets gevonden. Ja, ik ken natuurlijk bier met kersen erin, bier met citroen en bier met whisky. Maar bier met krekels? Hoe zit dat?
Nou, wij hebben gewoon bier en dan in het kookproces bij de brouwer gaan diverse insecten erin. Sommige bieren met krekel, sommige bieren met springkaan en krekel. De IPA's met krekel, springkaan en meelworm. Dus wij maken gewoon bieren op basis van insectenmeel. Waarom? Omdat in ieder geval, ja, bier is altijd lekker. Waarom? Om mensen toch kennis te laten maken met insecten in een vloeibare vorm, zeg maar. We hebben natuurlijk ook allerlei hapjes, toastjes, chipjes, maar in een vloeibare vorm. Bier is laagdrempelig en als je het goed brouwt, als je een goed biertje hebt, dan is het ook een heel lekker bier. En dan komt de boodschap ook over. En geeft het ook een extra toevoeging aan een bier? Ja, de insecten geven het bier een vollere smaak. En door de eiwitten uit de insecten wordt het bier wat romiger, wat voller en wat ronder. Dus de scherpe kantjes gaan er vanaf. Net had ik iemand die zei, het is een hele gevaarlijke trippel. Want hij drinkt als een gewoon biertje, maar het is wel degelijk een trippel. Maar dat maakt het om, het bier wordt wat zachter van de insecten eiwitten. Oké. Nou, heel bijzonder. En proef je nu ook het verschil bijvoorbeeld tussen een krekel, een meelworm of een springhaan? Alle insecten hebben een eigen smaak. De krekel en meelworm hebben toch wel meer een nootachtig smaak. Die hebben bijvoorbeeld verwerkt in de stout. De stout heeft bijvoorbeeld 9 moutsoorten. En daar hebben bijvoorbeeld krekel en meelworm aan toegevoegd, omdat dat een sterke nootsmaak heeft. Ja. En dat maakt het wel echt af. Dus ieder insect heeft zijn eigen smaak. Springkaan is wat meer popcorn. Ja, klopt. Springkaan meer popcorn smaak en de ander wat meer notensmaak. Ja. En hoe wordt het ontvangen hier in Kuik vandaag? Tot nu toe alleen maar heel erg positief. Ja. Leuk. We hebben het drukker als dat we verwacht hadden. En we hadden verwacht dat we heel veel moesten praten. Maar dat valt ook wel mee. Alleen met ons? Nou, niet alleen met jullie, maar we vertellen wel graag. Maar de mensen durven het ook aan. Dat vind ik wel heel opvallend. Okay. Nou, heel leuk om te horen. Wij gaan er ook een nemen, hè, Piet. En er staat al een hele rij te wachten, dus aan het werk, hè? Ja, natuurlijk. Proost, dank jullie wel. Kijk, perfect ingeschrokken. Kijk maar, dan is hij voor de foto. Nou, ja. Helemaal goed. Proost. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja.